Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Ik had in de les een verkeerd sommetje op bord geschreven. En toen zei ik van nou weet je, dan maak ik wel een filmpje voor jullie. Dus dat ben ik nu aan het doen. Even kijken, jullie bord was 6 VWO Wiskunde A. En hier ergens had ik gesuggereerd van oh, je moet som 32 maken. Maar dat was eigenlijk som 33. Dus... als je som 33 nog niet hebt gemaakt, op pagina 176, zet het filmpje even stil. Probeer hem te maken en als je dat hebt geprobeerd, ga dan weer verder. Oké, gegeven is een normaal verdeelde toevalsvariabele x met een gemiddelde van 25 en standaardafwijking van 3. Het steekproefgemiddelde en de steekproefomvang is gegeven naar onderzoek of bij het gegeven significantieniveau. De aanleiding is om het gemiddelde in twijfel te trekken. Je moet eigenlijk bij zo'n hypothesesom altijd hetzelfde beginnen. Je begint met de nul hypothese, gemiddelde is 25. En in de alternatieve hypothese wordt dat in twijfel getrokken. Dus de twijfel bestaat eruit dat iemand zegt, nee, dat gemiddelde dat is helemaal geen 25. Dat is iets anders. Ja? Dus dit is een tweezijdige toets. Het is fout als die mu te klein is, het is ook fout als die mu te groot is. De standaardafwijking is steeds 3 van één ding. En het significantieniveau hangt af van de som. Dus bij som A is het significantieniveau 5%, ofwel 0,05. De steekproefuitslag bij som 33A is 24. Nou, dat is het steekproefgemiddelde, hè? 24. Nou, laten we eens even kijken hoe dit eruit ziet. Dus we hebben hier die normale verdeling. Het gemiddelde hier was 25. De standaardafwijking, ja, als je dit goed wil schetsen, dan moet je dus even de standaardafwijking berekenen die je hier hebt. En dat is de standaardafwijking die je per stuk hebt gedeeld door de wortel van de lengte van de steekproef. En de lengte van de steekproef is 50 bij som A. Dus die... standaardafwijking is 3 gedeeld door wortel 50. Even kijken. 3 gedeeld door wortel 50. Oké, dat is iets van 0,4. Hè? 0,4 puntje. Dus dan zit dit ongeveer bij 25,4. En dit zit ongeveer bij... dat is dan 25,8 nog net afgerond. Om een idee te krijgen, hè. En hier hebben we dan 24,6 ongeveer en 24,2. Dus die steekproefuitslag zit helemaal hier. Die zit meer dan 2 standaardafwijkingen van het gemiddelde vandaan. En nou moet je gaan zeggen van oké, ligt dit nou ver bij het gemiddelde vandaan of niet? En het criterium of iets ver bij het gemiddelde vandaan ligt of niet, dat is het significantieniveau. En het significantieniveau, dat is eigenlijk de oppervlakte die je aan deze kant hebt... waar het niet oké is. Dit is het niet oké gebied. En dit is het oké gebied. Omdat ik zie dat die 24 al meer dan 2 standaardafwijkingen die kant op ligt, weet ik dat hier minder dan 2,5% zit. Terwijl het significantieniveau 5% is. Dus ik kan hier al aan zien dat die steekproefuitslag ver bij het gemiddelde vandaan ligt. Hij ligt in het niet oké gebied. Maar we gaan het ook nog even uitrekenen op 2 manieren. We kunnen het doen met infnorm. Met infnorm kunnen we deze grens berekenen. Dat wordt hier niet gevraagd, maar het kan wel. Kijk, je doet hier gewoon het significantieniveau. Oh, maar omdat het een tweezijdige toets is, moet je het significantieniveau eerlijk delen. Er zit namelijk aan de andere kant ook een foutgebied. Weet je nog? Dus hier is een foutgebied. En hier is ook een foutgebied bij die... Dat zit precies bij die 2,5%. Hè? De helft van 5% is 2,5%. Dus hier is een foutgebied en hier is een foutgebied. Als ik in het witte gebied zit, dan is het oké. Dan zit ik dicht genoeg bij de standaardafwijking. Dan zit ik naar buiten, dan zit ik in het niet oké gebied. Dan zeg ik van, nou ja, weet je, die kans is wel erg klein. Volgens mij deugt die hard nog niet. Maar we doen even de invorm. Dus we doen de invorm niet met 0,05, maar met... het significantieniveau gedeeld door 2. Omdat het een tweezijdige toets was, hebben we in de les ook gezien.
Het gemiddelde moest 25 zijn en de standaardafwijking 3 gedeeld door 50. Nou, daar komt waarschijnlijk ongeveer die 24,2 uit. Maar laten we kijken wat het precies is. Dus infnorm 0,025 met een mu van 25 en een standaardafwijking van 3 gedeeld door 50. Dan moet je zorgen dat je die wortel dicht doet, want anders gaat het mis. En je moet hem hier op left zetten, want het gebiedje wat we willen is links van de grens. Hè. Nou, wat komt daaruit? 24,16. Oké. Dus de grens tussen oké en niet oké is 24,16. Mijn standaardafwijking ligt daaronder. Sorry, mijn steekproefuitslag ligt daaronder, dus hij ligt in het niet oké gebied. Dus dan zeg je van nou... dit is kleiner dan die grens die ik had uitgerekend. Verwerp H0. En dan moet je dan nog iets zeggen. Is er aanleiding voor een twijfeltrekker? Ja, er is aanleiding om het gemiddelde in twijfel te trekken. Dus de conclusie, hè, is ook belangrijk. Meestal zit er een punt in. Om mu is 25... in twijfel te trekken. Oké. Nou, dat is manier 1. Manier 2, en dat is de manier die ze eigenlijk willen in dit boek, is dat je de overschrijdingskans gaat breken. En overschrijdingskans is gewoon gelijk aan de kans op steekproefuitslag of erger. Steekproefuitslag of erger. En wat is dan erger? Nou, die steekproefuitslag is die 24 en erger is nog verder van het gemiddelde af. Dus ik wil de kans berekenen dat mijn steekproefgemiddelde kleiner is of gelijk, maar dat maakt bij de normale verdeling niet uit, dan 24. Dus normal CDF met hier mijn min oneindig, mijn min 1,199 of min 10 tot de macht 99. Dit is die steekproefuitslag van 24. Dit is het gemiddelde 25. En dit is de standaardafwijking 3 gedeeld door wortel 50. Nou, daar komt een getalletje uit. Dat moeten we dan nog even interpreteren. Dus normal CDF, min 1,199, 24 en dan 25. En hier 3 gedeeld door wortel 50. Oké. Okay. Komt eruit. Oeh, zie je dat? Dat is een kleine kans. Dat is iets van 1%, hè? Als ik het even afrond. Nou, laten we het gewoon op 0,09 zetten. Dit is kleiner dan de helft van het significantieniveau. En omdat de kans kleiner is dan de helft van het significantieniveau, hè? De helft omdat het tweezijdig was, zeggen we, deze kans is klein. En als die kans klein is, dan zeggen we, meneer Teunissen, we zijn een filmbeeld opnemen. Wat is er aan de hand? Ga goed? Fijn weekend. Toch? Ja. Want jij was er morgen ook niet, toch? Ik ben er morgen ook niet. Fijn weekend. Oké, doei. Dat was meneer Teunissen. Dan zeggen we dus, die kans is klein. En als de kans klein is, zeggen we van, nou weet je, die kans is zo klein. Volgens mij klopt H0 niet helemaal. We gaan H0 verwerpen. En de echte redenering is van, nou kijk, als de kans links van dit ding kleiner is dan het significantieniveau, dan zit deze grens links van de grens waar het om gaat, hè, die 24,16. Nou, dat weten we al, maar bij deze som, bij dit deel van de som, hoef je niet te weten dat het 24,16 is. Je hoeft alleen maar te weten dat die kans kleiner is dan de helft van het significantieniveau. En dan verwerp je H0, dus ook hier is er aanleiding om nu is 25 in twijfel te trekken. Dus de conclusie is in allebei de gevallen hetzelfde. Oké, nou, als je denkt dat je dit snapt, dan kan je nu B nog een keertje voor jezelf proberen en dan weer verder kijken. Of je hebt scheid en je gaat meteen verder kijken. B. Daar staat, het steekproefgemiddelde is 26. De steekproefomvang is 100 en alfa is 1%. We gaan het even opnieuw doen. Oké, de nulhypothese. De nulhypothese luidt, mu is 25. De standaardafwijking van één dingetje was nog steeds 3. En de alternatieve hypothese is, nee, we trekken die 25 in twijfel. Die mu is helemaal geen 25, die mu is iets anders.
En het significantieniveau wat we hier hebben is 1%. Dat mag je ook schrijven als 0,001. Dus hoe ziet het eruit? Nu hebben we hier een normale verdeling. Zo, dit is de normale verdeling van onze steekproefgemiddelde. Dus die heeft als standaardafwijking 3 gedeeld door de wortel van 100. Want we hebben 100 dingetjes in onze steekproef. En hier zit 68% tussen. Hier zit 95% tussen. Hier zit nog 2,5%. En hier ergens zit er dan nog 0,5%. En hier ergens aan het uiteinde ook hier zit ook ergens die 0,05%. Nou heb ik een steekproefuitslag van 26 en de vraag is, oké, waar zit die in dit plaatje? Zit die in het oké gebied? Zit die tussen die grenzen? Zit die dicht bij het gemiddelde? Of zit die daar of daar? Nou, hij zit sowieso niet hier, want het gemiddelde is 25 en die steekproefuitslag was 26. Dus nou, één manier waarop je dat kan doen is zeggen, nou weet je, ik ga gewoon de kans berekenen op steekproefuitslag of erger. Dat was de overschrijdingskans. Dus ik ga de kans berekenen dat x met een streepje erboven groter is dan 26. Dat doe ik met normal CDF. Dus ik doe nu de tweede methode eigenlijk, hè? Zie je dat? CDF. Met linkergrens 26, rechtergrens is oneindig. En dan het gemiddelde was 25 en de standaardafwijking was 3 gedeeld door wortel 100. He, dat is gewoon 0,3 natuurlijk. Daar gaat het niet om bij deze som. Dus second farce, normal CDF met een linkergrens van 26, een rechtergrens van 1,199 of 10 dakje 99. Dat is hetzelfde. Het gemiddelde was 25, standaardafwijking was 3 gedeeld door de wortel van 100. Zo, plakken. En berekenen. Is deze kans groot of klein? Ai, deze kans is heel klein, zie je dat? Dit is tot de macht min 4. Hè? Dit is de wetenschappelijke notatie. Dus je krijgt hier 0,0004 nullen. En die 0 voor de komma telt mee bij dit kunstje. En dan die 4 en dan nog wat zooi. Nou, dat gaat het hier niet om. Dit is kleiner dan de helft van het significantieniveau. Hè? Want de helft van het significantieniveau is 0,005. Die kans is dus klein. En omdat die kans klein is, zeggen we van, we gaan H0 verwerpen. H0 is verwerpelijk. Oké, dus, en dan zeg je weer van, er is reden om, HMUX is 25 in twijfel te trekken. Nou, oké, nou, zo gaat het met die sommen. Nou, ik heb veel meer sommen over dit onderwerp op wiskunde met meneer Snel. Misschien kunnen we nog eventjes reclame maken. Even kijken. Je hebt hier. Kijk hoor. Ik zie het even in de browser. Eventjes de goede pagina zoeken. Oké. Meneer. Hetzelfde idee. Kijk. Deze. En als je hier gaat naar VWO wiskunde A. Dan vind je hier de oude methode, dat boek wat vorig jaar werd gebruikt in de examenklas, maar nu niet meer. Maar die hebben niet dezelfde hoofdstukindeling, maar hoofdstuk 11 is toevallig nog wel bijna hetzelfde. En hier zie je paragraaf 3, 4 en 5, dat gaat gewoon precies over de theorie die jullie ook moeten kunnen. Maar als ik daar iets vertel over de continuïteitscorrectie, dan hoef je dat niet te weten, want dat doen we niet meer. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht, tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij digits snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.